Voorzitter Vismalle wordt op dinsdag 25 juni jarig. En ter gelegenheid daarvan voert hij altijd sociale projecten uit. Wat dit jaar wordt, vertelt hij zelf bij een vraaggesprek met Carlos Pinas. Uw aandacht daarvoor. Meneer Vismalle, dit is vaderdagweekend. Allereerst als vader van Eva 12 wens ik u een fijne vaderdag toe. Wat zal Eva 12 doen rond vaderdag? U overvalt mij. Vaderdag hebben wij in principe niets gepland. U weet, voor mij is elke dag vaderdag. We zijn elke dag in het veld. We helpen dagelijks mensen, kinderen, senioren mensen. Dus in principe heb ik voor vaderdag niets gepland. Als iemand wat wil doen voor de mensen in nood, ik zeg het en ik blijf het zeggen, elke dag is voor mij vaderdag. Dus anytime dat u wat wil doen, bent u welkom om iets voor Eva 12 te brengen. Dan kunnen we de mensen in nood helpen. Mooi. Laten we gaan naar mevrouw Anoushka. Hoe zit het met de gezondheidssituatie van Anoushka? U weet, we zijn al een poosje bezig met mevrouw Anoushka. En wij hebben haar behoorlijk begeleid met het betalen van medicatie, het helpen van voorzien van voedingsmiddelen. En zelfs de man van Anoushka hebben wij recent geholpen. We hebben hem een werk gegeven om ons eventueel gebouw helemaal te schilderen. En ik mag zeggen, hij heeft het prachtig gedaan. Dus ik zou mensen willen vragen, als u werk voor mij heeft, koop hoor, man. Ik zeg tegen meneer Anoushka, ik zeg tegen de man van mevrouw Anoushka, komt u werken, komt u in een gebouw schilderen, ik betaal je. Zoals ik een andere persoon zou betalen. En ik mag u zeggen, hij heeft het prachtig gedaan. U kunt ook de beelden zien, als u dat hij het heel mooi heeft gedaan. Dus, we hebben power in. En deze maand, juni, dat is de maand van uw jaardag. We weten dat u rond uw jaardag de mens in nood gedenkt. Er worden speciale dingen georganiseerd rond uw jaardag. U mag van de gelegenheid gebruiken om de mens in nood te gedenken rond uw jaardag. Zal het dit jaar anders zijn? Op 25 juni wordt het jaren. Heb ik besloten om sowieso mijn landlopers en ook kinderen met een beperking een leuke dag te bezorgen. Natuurlijk moet ik zeggen dat het voor mij alleen zwaar gaat zijn. Dus ik zou u vragen, als u in plaats van meneer Vismalen te bellen, te feliciteren. Genomtje, ciao. Het kan zijn een 10 SRD, het kan zijn een 50 SRD. Laten we elkaar helpen. Laten we 1 voor 12 een push geven, dat wij de mensen in nood kunnen poweren. Ik wil zoveel doen voor mensen, maar natuurlijk met uw ondersteuning kunnen we veel meer bieden. Dus ik reken vanaf maandag, dit programma wordt zondag uitgezonden. Vanaf maandag kijk ik uit naar de 1 voor 12 rekeningen, dat u wat doneert. Het hoeft niet veel te zijn, maar we willen mensen helpen rond de jaren. Als u wat gaat doneren, vermeld u erbij. Donatie in verband met de jaren van Vismalle. Dan weet ik dat ik dat aan de kant zet voor de jaren. Dan weet ik ook precies hoeveel mensen gedoneerd hebben. En als het kan, eventueel een telefoonnummer, dan kan ik bel bedanken. Sorry, doe ik het via onze 1 voor 12 uitzending. Maar nogmaals, ik roep u op, steun die 1 voor 12, dan sturen we de mensen in nood. We zien prominent in 1 voor 12 wekelijks weer items waar mensen, senioren, burgers en ook andere mensen die het niet zo breed hebben, pakketten in ontvangst nemen. Vaak genoeg in naam van donateurs. En mij rijst de vraag, zal het zo doorgaan? Dat met de pakketten. En hoe zit het met de aanvoer van de pakketten? Worden er zoveel pakketten gedoneerd aan Eva 12? Inderdaad, ik moet dit erbij vermelden dat we van verschillende donateurs pakketten krijgen. Een van onze vaste donateur, dat is Subesco. Subesco geeft ons maandelijks een mooie pakket dat wij daaruit pakketjes kunnen maken. En zo helpen we de mensen. Maar als mensen behoefte aan hebben om meer te doen voor de mensen in pakkettenvorm, dan zullen we het op prijs stellen om de mensen in nood door te helpen en te kunnen ondersteunen. We kijken er naar uit. Wilt u wat doen, doet u dat en dan helpen we de mensen in nood. Tot slot wil ik aan ieder vragen om de zaak te ondersteunen.
Natuurlijk willen wij niet zo door blijven gaan om pakketten te geven. We willen de mensen ja, in de komende periode een hengel geven dat ze ook een beetje ook iets doen. Net als de man van Anuska. Hij heeft getoond wat hij kan en hij verdient een broodje. En zo willen we ook mensen ondersteunen. Als we mensen tegenkomen, zijn alle mannen bouwvakkers. Maar als je ze op een werk zet, dan doen ze niks. En ga een bouwvakker zoeken. Allemaal zijn druk. Geen één bouwvakker kan je vinden tegenwoordig die vrij is en die het werk zelf kan doen. Dus als er bouwvakkers zijn die zeggen dat ze zelfstandig werken, registreert u bij mij. Dan kan ik altijd werk voor u zoeken, werk voor u creëren. Omdat er veel gevraagd wordt naar bouwvakkers. Maar bouwvakkers zijn schaars. Ik kijk ernaar uit en reken op uw ondersteuning. Dank u.